druk. Ja, druk als een klein baasje. Ja, heel erg. Meestal. Meestal wel. Hallootjes. Hele goede middag. Het is net 12 uur. Nou ja, net op de valreep. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag 4 september. Ja. Ik moet snel wezen, want ik ben een beetje laat. Omdat ik pas tegen 6:30 in slaap viel door die dame die net achter me langs liep. Ja. Die was heel strandvervelend en heel erg stout aan het doen. Maar ik moet er zo even uit gaan laten en mijn huishoudgezorg die komt. Karen die zou na 12 komen. Ook Mary komt. Ik heb voor Mary hier een paar zakken wol staan wat ik gisteren heb gekregen. Ik heb gisteren ook twee beelden gekregen. Maria en Jezus. Ja, die staan daar. Dat ben ik wel weer blij mee. Dat Jezus is een beetje beschadigd, maar ik kan de pret niet drukken. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zal opschieten. En ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Geniet van alles met wat jullie doen gaan, maar ook wat ik doe gaan. Nou ja, dat is niet veel, want ik moet thuis blijven, want ik krijg bezoek. Ja, en de huishoudzorg die komt, dus ja. En ik moet weer renderen en... Ik heb het druk. Ja, druk als een klein baasje. Maar ik wil jullie wel meegenieten. Waar het mogelijk is. Dus ik zou zeggen, tot dan. Doei. Ja, hallo lieve vrienden. Daar ben ik weer even. De huishoudelijke hulp die is al lang al geweest. Ja, en Karin die zit op de wc. Die komt zo weer retour. Mary die is er. Die is even de spullen. Naar de auto brengen, de wol die ik gisteren voor haar heb gekregen. En dan komt ze alweer terug door de poort. En ja, dat komt allemaal goed. Ja, er ligt hier een knijper op tafel. Hoe die op tafel komt, weet ik niet. Maar in ieder geval, we soort alweer begroet op Rijka. Die is altijd weer even blij als er iemand binnenkomt op het nacht. Nog maar kort geleden is, of heel lang geleden is, Rijka is blij. Of niet dan, Mary? Ja, heel erg. Meestal wel. Hallootjes. Wat is dat? Wat gebeurt er helemaal? Draaiende kontjes. Nou ja, stad. Had jij dat zeg, ik ga bij het dorp zeggen. Ja, maar oké, wij gaan dus ook eventjes lekker de hort op. En net zoals, ik neem jullie wel even mee, want je weet maar nooit wat je tegenkomt. Vlog ik wel, dan vlog ik niet. Heb je pech. Doei! Ja, lieve vrienden, ik was er al. Ik werd even afgeleid door onze prinsesje Eowyn. Maar dat maakt allemaal niet uit. Eowyn, dat moet mee naar de dokter. Want die heeft een ingegroeide teennagel. Dus dat gaat weer een hoop geld kosten. Maar dat moet andere week ergens gebeuren. Want ik moet even een reismandje ophalen bij Wilma. Kandel, die heeft een absces. Oh ja, daar moet ik even wat voor pakken. Die heeft een absces bij zijn, weet ik veel waar. Dan moet ik eventjes, daar hebben we wat voor gehaald. En dat zit hier al in, geloof ik, dacht ik. Ja, ik heb het al. Spuitjes, want het moet nat gemaakt worden volgens de geleerden. Ik niet weten. Maar ik heb net een site naar voren gehad op mijn mobiel die ik van Karin doorgestuurd kreeg. Dus dat gaan we eerst zo meteen bekijken. En ik ga een lekker bakje koffie maken. Karin die heeft in de stad lopen te vloggen hier en daar een beetje. En mij bij de Neptunus en bij die zeehond. En daar heeft ze dus wat gefilmd, geloof ik. En waar we eventjes zaten. En ja, hartstikke leuk. Bijwerken. Nou, gaat hij even bijwerken, ook dat nog. Nou ja, komt allemaal goed. Ja hoor. Updaten, zegt hij.
dan moet hij dat wel gaan doen. Dus ja, dan ga ik lekker een bakje koffie maken. En dan zal ik de troep op gaan ruimen. Want er staat nog een kopje voor Mary. Er staat nog een beker voor Karin. Dat moet allemaal naar de keuken toe. Dus ja, komt allemaal goed. En het is warm, want ik had een jas aan dat ik wegging. Maar die heb ik op een gegeven moment maar uitgedaan. En dan liep ik op nog in mijn jurk. Maar het is zo warm weer. Raar. Ja, heel raar vreemd weer. Op sommige plekjes was het wel even een beetje koud, maar dat viel me wel mee omdat de zon er nog bij was. Ja! Oh, en toen! Hé, deze dame heeft een ingegroeide teennageltje aan een van de voorpootjes. Hé, andere week naar mijn dokter, hè? Ja! Dan moeten we maar even een dokter uitzoeken, want daar ga ik niet helemaal voor daar naartoe. Nee. Want dat is, ja. De tweede keer in haar leven dat ze naar een dokter moet. In 15 jaar tijd, hè. Dat was een sterilisatie. En nou de teennageltje. Openen, wat moet ik openen? Ik snap er even niks van. Oh ja, nou ja, nou komt het allemaal wel weer goed. In ieder geval, ik sluit het eerst even af. En ik kreeg van Mary een bericht binnen, dat moet ik ook even beantwoorden. Maar in ieder geval, ik wens jullie verder een hele fijne, liefdevolle dag en geniet ervan. En ik ga aan de koffie. Ik zou zeggen, tot later.